Zo, morgen. Maar mij ook niet uit. Dikke BMW. Gisteren was natuurlijk helemaal niks. Yo, collega Harry. Dus ik weet niet eens of ik het goed verstaan kan, maar mij ook niet uit. Doen we morgen nog een keertje. Dit is de Yamaha presentatie. Dat hebben we hier achter. Niet de Michael van der Marx en Suzuka Racer, maar een replica daarvan. Daar worden er een stuk of 20 van gemaakt, die kan je kopen. En daarachter het hete nieuws. De Tenere 700. Het heeft 2 jaar geduurd voordat hij er was, maar nou is hij er eindelijk. Er stonden hier net nog meer nieuwe modellen. Nee, er werden er net meer gepresenteerd, maar die hebben ze dus niet meer terug naar buiten gehad. Die moet ik sowieso morgen laten zien. En verder, wat hebben we nog? In totaal zijn het er 9. Waaronder een 300cc Tricity prototype, dus die doet het ook niet. Maar die komt er wel aan. En wat hebben we daarna nog? Oh ja, een mooie X-Max en nog een andere mooie modellen, R125, R300 en een nieuwe Nikon GT. Dus nu met koffers, met hoge ruit en alles wat je zou willen. Oh, en handvatverwarming. Hartstikke mooi. Nou, de rest laat ik morgen zien als je het wel bestaat. Yo! Prossima fermata, next stop. Zo, morgen. Duurt even, maar dan ben je er ook. Zoiets. Ja, dit wordt hem dan. EICMA 2018. Ik ben heel benieuwd. En ik ben volgens mij net op tijd. En ik moet nog een klein stukje. Dus laten we maar gaan. And do you think it's going to provide the racers with an easier step up? Time for the 2 presentation. There's a lot of changes, a lot more horsepower. And that's it. Also magnetic rail. Bij de buren van Yoshimura. Buren van Yoshimura, wat zien we daar staan? Ik krijg nou niks. Maar eventjes een dit thee. En er is meer. Leader
are in 20 countries all over the world. Thank you.
of course, I come straight away from Malaysia. Die hadden we gisteren gemist, er stond een of andere Italiaanse coureur voor. Dat moet je ook niet doen. Thank you.
Ugh.